Yes mensen en welkom bij een hele goede nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Deze video waren jullie allemaal aan het uitkijken, ik weet het zeker. Tenminste, ik heb onlangs een paar video's gezien en daarin dacht ik van hey, dit is echt goed om te weten. Ik wist het zelf ook niet. Ik heb namelijk zoveel penalties al gemist in FIFA 20, in shootouts, in gewoon losse penalties. Echt altijd als ik een penalty krijg, denk ik van ja, ik weet toch dat die gemist wordt. Maar na vandaag jongens, na vandaag gaan jullie ook veel meer penalties scoren. En ook eventueel tegenhouden, dat weet ik zeker. Like alvast deze video, abonneer op mijn kanaal, want we gaan echt heel veel mooie dingen bespreken in deze video. Laten we even de controller erbij pakken en gaan we laten zien in de arena hoe ik ze hiervoor nam. En ja, waarom ze dus altijd misgingen. Hetgene wat ik altijd deed, is wat jullie waarschijnlijk ook doen. Aimen in een hoek, zoals ik hier altijd hiervoor ook deed, voordat je schiet. Het nadeel is, je kan het zien aan dat hoofdje van Jorginho. Kijk. Hij kijkt naar waar de bal gaat. Heel logisch, want je wilt natuurlijk daar de bal ook schieten. Op het moment dus dat ik dat doe, ik doe bijvoorbeeld hier links. Je ziet hem naar links kijken. Dan kan jij als tegenstander doorhebben van, hey, kijk, hij gaat ook naar links. Nou, Onana heeft dat niet door helaas. Ik snapte inderdaad in ieder geval wat ik bedoelde. Op het moment dat jij dus links kijkt, schiet jij ook links. Hoe ik mijn penalties eigenlijk altijd nam, was altijd bijvoorbeeld zo strak mogelijk links. Nou, tegenstander weet dat ik links ga schieten. Ik doe dit en ik time hem groen en dan hoop ik alsnog dat hij erin gaat. Maar dat lukt ook niet meer, want tegenstanders gaan heel vaak met de keeper. Dus al in een bepaalde hoek staan, dus iets meer naar links al of iets meer naar rechts. Om mensen te zien dat ik links schiet. Maar wat ik nu heb gevonden is dus dat jij niet moet aimen voordat je gaat schieten. Je kan het beste zoals nu bijvoorbeeld gewoon in het midden beginnen. Je doet dan bijvoorbeeld gewoon in het midden onderin. Je aimt het midden. Dus drukt. En je wacht op het laatste moment en dan kies je een hoek. Je ziet dus dat de speler niet meer in de hoek gaat kijken op het moment dat jij dus gaat aimen in de hoek op het laatste moment. Je houdt hem dus in het midden. De tegenstander weet niet in welke hoek hij gaat schieten. Hij kijkt zelfs nog een beetje naar links en je schiet hem in de rechterhoek bijvoorbeeld. Dit is echt een hele goede manier denk ik. Want ik deed dus altijd wat hiervoor deed. Dus links aimen, rechts aimen. Zijn hoofdje al lekker begon te bewegen en dacht van ja, hoe weet hij? Hij weet altijd waar ik schiet. Het beste is dus in het midden beginnen. En tegenstander weet dus niet waar je schiet. En op het einde voelt zo naar rechts trekken. En dan, ja. Bij ogen kan je veel vaker scoren. Want die tegenstander kijkt toch, ja, waar gaat hij schieten? Wat ik nu uitlegde is perfect voor als jij een shootout hebt. Dus meerdere penalties. Ga jij straks één penalty krijgen. Dus gewoon in een wedstrijd. Je krijgt meestal maar één penalty bijvoorbeeld. Ik krijg bijna nooit een losse penalty. Dan kan jij ook nog eens gaan faken. En dat is best wel vet. Jij kan dus, zoals we hiervoor deden, wel al aimen in de hoek. Bijvoorbeeld je aimt nu overdreven links. Je wacht op het moment dat hij helemaal daar komt. En dan alsnog switch je naar rechts. We missen helaas dus wel net de penalty. Maar het is best vet. We kunnen dus overdreven bijvoorbeeld naar rechts gaan kijken. We wachten. Tegenstander denkt, hey, hij schiet rechts. En dan uiteindelijk ga je hem toch weer naar links trekken. Dus nog één keer. Je aimt bijvoorbeeld links. Heel overdreven. Tegenstander denkt, hey, hij schiet links. Dan switch je op het einde naar rechts. En ja, je moet dat denk ik niet te vaak doen. Op het moment dat jij natuurlijk een penalty shootout hebt. En je kijkt overdreven twee keer heel erg naar links. Schiet hem dan naar rechts. Ja, dan weet hij de volgende keer waarschijnlijk ook. Als je naar links kijkt, dat hij weer naar rechts gaat. Het is en blijft een mind game. Maar het is denk ik wel vet om het eentje te proberen. Gewoon straks in een paar losse wedstrijden. Ik denk hoe hoger jouw niveau is, hoe meer tegenstanders hier natuurlijk van afweten. Ik heb het natuurlijk ook al zelf vaak gehad. Op het moment dat ik een penalty wilde nemen. Dat ik denk, hey, oh, hij schiet hem links. En dan gaat hij uiteindelijk toch in het midden. Het belangrijkste nogmaals is dus, zorg dat jij altijd, zou ik doen in een penalty shootout, in het midden begint. Gewoon zo, je kan niet zien waar iemand van tevoren schiet. En dan op het einde trek je hem gewoon naar links of naar rechts. Die Onana houdt trouwens alles bij mij, hoor. Weet alles wat ik doe. Deed hij dat gisteravond ook, man. Natuurlijk niet alleen een voordeel nu met schieten, maar ook met tegenhouden. Je kan nu veel vaker gaan denken van, hey, hij faked het misschien wel. Dus hij kijkt overdreven naar links op een hoog niveau bijvoorbeeld. Dan weet je van, oh, hij gaat waarschijnlijk wel rechts schieten. Maar wat ik nu ook veel meer doe, is gewoon ook bewegen met de keeper. Op het moment dat jij een penalty tegenkrijgt, dan zorg je ook voor toch een soort spanning bij de tegenstander. Waardoor die misschien toch sneller ook die poke op het moment toch nog naar links of naar rechts trekt. Je weet het zelf, op het moment dat jij hem naar rechts trekt en die keeper staat al in die hoek, dat je toch een soort schrikmoment of wat dan ook krijgt. Goed, het was een korte video, maar ik denk wel een hele simpele video om uit te leggen waarin jij veel meer penalties gaat scoren en penalties gaat tegenhouden. Like deze video, abonneer op mijn kanaal. En we zien elkaar snel weer. Bye bye!